Dames en heren, goedemiddag en welkom in de aula van de Universiteit Maastricht. Vanmiddag zal Dr. Nicole Bouvier door uitspreken van een inaugurele rede haar ambt als bijzonder hoogleraar innovatieve chirurgische technieken aan de Universiteit Maastricht aanvaarden. De titel van de oratie is Nooit meer snijden. En wij zijn heel benieuwd wat dit voor de toekomst voor het vak heelkunde zou kunnen betekenen. Dr. Bouvier, mag ik u vragen uw rede uit te spreken? Meneer de rector magnificus, hooggeleerde prorector, hooggeleerde decaan, geachte leden van het college van toezicht, leden van het raad van bestuur van het Maastricht MUMC, hooggeleerde gasten, zeer gewaardeerde toehoorders, lieve familie, vrienden, collega's, huisgenoten, jaarclubgenoten, het 18e, lieve Cato, Martijne en Ton. Ik spreek, u luistert. Geen weerwoord. Een droomscenario. Laat ik er gebruik van maken en u de komende 3 kwartier prikkelen met een uitdagend toekomstbeeld. Oude ambachten verdwijnen. De klompenmaker en de hoefsmid zijn vrijwel verdwenen uit ons straatbeeld. Ze zijn lang geleden overbodig geworden door technologische vernieuwingen. Soms door eenvoudige technologische materiaalverbeteringen, zoals de rubberen laars die superieur is aan het koude, harde hout. Maar soms ook door meer complexe vernieuwingen met grote maatschappelijke gevolgen, zoals de benzinemotor in het geval van de hoefsmid. Oude beroepen werden minder relevant en daarvoor in de plaats kwamen geheel nieuwe. In het algemeen kan worden gesteld dat dit niet alleen gepaard ging met een hoger opleidingsniveau van de betrokkenen, maar ook met een hoger welvaartsniveau. Het is verleidelijk. Zou het mogelijk zijn dat de chirurgie als een van de laatste ambachtelijke vakken van deze tijd als gevolg van technologische vernieuwingen overbodig wordt. Een rariteit op braderieën en Koningsdag. Dr. Bibber naast touwtrekken en manden vlechten. Voor mij staat in ieder geval vast dat het mutilerende mes in de toekomst zal verdwijnen. Voor sommige collega's klinkt nooit meer snijden misschien als nooit meer oorlog. Een droom. Niet te realiseren, maar wel leuk voor een oratie. Voor anderen klinkt het wellicht als nooit meer klompen maken. En dit scenario is dichterbij dan je denkt. Het ontstaan van het vak chirurgie. Tot op het moment dat voldoende kennis bestond over zaken als steriel werken,
tromboseprofylaxe en het geven van narcose kon de heelkunde als professie zich nauwelijks ontwikkelen. In feite is het de anesthesie als grote innovatie die het mogelijk heeft gemaakt het chirurgische vak verder uit te bouwen. Met steeds grotere snedes en dankzij multidisciplinaire aanpak werd het mogelijk om steeds complexere operaties uit te voeren. Grote chirurgen mag ik grote snieten. Lang was dat een algemeen aanvaard en aanbeden adagium. Dat is uit historisch perspectief ook wel te verklaren. Als chirurg kon je echt iemand beter maken. En zijn handtekening mocht dan ook gezien worden. De chirurg sneed het ziekenstuk eruit en na 14 dagen kon de patiënt het ziekenhuis meestal wel verlaten, zij het met een grote kras op de buik. Een gevolg van een dergelijke grote snee was wel dat er op korte en lange termijn allerlei complicaties konden optreden. Complicaties die vandaag nog geen uitzondering zijn, met name na grote open buikoperaties. Het effect van dit grote chirurgisch trauma resulteert niet alleen in een langere ziekenhuisopname direct na de operatie, maar bovendien bestaat het gevaar van aanzienlijk lijden op de lange termijn. Ik geef u twee voorbeelden van complicaties die jaren na een operatie kunnen plaatsvinden. Maar liefst 10% van de patiënten die een grote buikoperatie heeft ondergaan moet binnen 10 jaar na die operatie opnieuw onder het mes. Dit in verband met een littekenbreuk. Dat is een situatie waarbij de buikspieren op de plaats van het voormalige litteken een defect, een soort zwakke plek, vertonen waarin de darmen dan beklemd kunnen raken. Om de afknelling van de darmen te voorkomen is derhalve een nieuwe operatie noodzakelijk. Een tweede voorbeeld. Ongeveer 10% van de patiënten krijgt binnen 10 jaar na een operatie verklevingen in de buikholte. Doordat de darmen aan zichzelf en of aan de buikwand verkleven, kunnen ze afknikken. De darminhoud kan dan niet meer passeren, waardoor ook deze patiënten meestal opnieuw weer moeten worden geopereerd. Het ontstaan van de minimaal invasieve chirurgie. Nu neem ik u graag mee naar eind jaren 80, begin jaren 90 van de vorige eeuw. Toen ik als co-assistent mijn opleiding genoot op de afdeling heelkunde van het toen nog Dijkzicht ziekenhuis in Rotterdam. Ik vond en vind het nog steeds indrukwekkend dat een patiënt aan een chirurg het vertrouwen geeft om in zijn of haar lichaam te snijden. Helaas ontdekte ik toen ook dat het mes aan twee kanten snijdt. Hetzelfde mes dat mensen beter maakt, veroorzaakt soms ook ernstige complicaties. Ik was dan ook aangenaam verrast dat ongeveer ten tijde van mijn co-schap chirurgie de kijkoperaties werden geïntroduceerd in Nederland. De galblaasoperatie was de eerste kijkoperatie die op grote schaal werd toegepast. Voor het verwijderen van een galblaas was geen grote snee meer nodig van 15 centimeter, maar behoefde slechts 4 kleine gaatjes gemaakt te worden. De patiënt herstelde vlot en hoefde in plaats van een week nog maar een nacht in het ziekenhuis te blijven. Begin jaren 90 werd op meerdere plaatsen in de wereld geprobeerd om ook andere laparoscopische operaties te verrichten. Maandelijks verschenen er nieuwe publicaties. Het werd nu ook mogelijk om laparoscopisch de maag, de blinde darm en nog veel meer operaties uit te voeren. Zelfs darmkanker werd met een kijkoperatie weggehaald. In het Clara ziekenhuis in Rotterdam vonden zo ook de eerste darmoperaties laparoscopisch plaats. De betrokken chirurgen waren zeer enthousiast.
Met name door het veel snellere herstel van de patiënt. Helaas was de euforie over deze nieuwe techniek slechts van korte duur. 14 patiënten die hun darmkanker laparoscopisch hadden laten verwijderen, kwamen terug. Van de 14 kwamen er 3 terug met een uitzaaiing van die darmkanker in de buikwand. Een zogenaamde entmetastase. Deze entmetastase zagen we eigenlijk bijna nooit na open buikoperaties. Net voor die tijd was ik benaderd door Hans Jekel om op de afdeling heelkunde in het Dijkzicht ziekenhuis promotieonderzoek te komen doen. Hij was daar hoofd van de afdeling heelkunde en befaamd vanwege zijn niet aflatende inspanning om chirurgisch trauma te reduceren. Ja, Bonnier was destijds ook aangetrokken om de laparoscopie vorm en inhoud te geven. We besloten om te onderzoeken of patiënten met darmkanker sneller zouden genezen na laparoscopische chirurgie in vergelijking met open chirurgie. Onze hypothese was dat het immuunsysteem minder te lijden zou hebben bij laparoscopische chirurgie en dat daardoor de oncologische prognose ook gunstiger zou zijn. De medisch-ethische commissie van het Dijkzicht ziekenhuis vond het echter, gezien de negatieve resultaten in het Clara ziekenhuis, niet verantwoord om patiënten met darmkanker een kijkoperatie te laten ondergaan. De geplande trial, waarvoor ik was aangenomen, mocht geen doorgang vinden. Dat was voor mij als jonge promovendus natuurlijk een teleurstelling. Aan de andere kant bood dit ook juist een kans. Een kans om een andere invulling te geven aan mijn promotieonderzoek. We besloten de problematiek van de entmetastase bij laparoscopische operaties voor darmkanker nader te analyseren in een laparoscopisch rattenmodel. Dat onderzoek vond plaats in het dierexperimenteel laboratorium onder leiding van Richard Marquette. Dit leidde tot de belangrijkste stelling in mijn proefschrift. Alweer 18 jaar geleden. Namelijk dat laparoscopische verwijdering van darmkanker een betere oncologische prognose had. Ik ga nu verder met de doorontwikkeling van de laparoscopie. Na de enorme spurt in de laparoscopische innovaties, begin jaren 90, is er in de 20 jaar daarna niet wezenlijk veel veranderd aan de manier van laparoscopisch opereren. Nieuw was wel dat vanaf eind jaren 90 laparoscopische operaties ook konden worden uitgevoerd met een robot. Hierbij moet u zich niet een machine voorstellen die zelf kan opereren, zonder tussenkomst van een chirurg. Wel stelt de robot de chirurg in staat om bijvoorbeeld op afstand te opereren. Zo werd het mogelijk om een patiënt in Parijs te laten opereren door een chirurg die in New York zat. In feite is deze robot als innovatie dus eerder te betitelen als een IT-innovatie. De aansturingssignalen worden weliswaar over grotere afstanden verstuurd door middel van een snelle interface, maar alle werkzaamheden worden onveranderd door de chirurg met chirurgisch instrumentarium uitgevoerd. Dit is een foto van de huidige Da Vinci-robot. De chirurg zit in een console en bestuurt daar met 2 joysticks en 4 voetpedalen vanuit een zeer comfortabele en ergonomisch verantwoorde positie de robot. Boven de patiënt hangen 4 armen. En aan iedere arm is een laparoscopisch instrument bevestigd. Je zou dit geconcentreerd medisch gamen kunnen noemen. Deze techniek en de technologie zijn prachtig. Maar om daadwerkelijk robottechnologie te kunnen noemen, zou artificiële intelligentie moeten worden toegevoegd, zodat de robot daadwerkelijk zelf beslissingen neemt en zelfstandig delen van de ingreep uitvoert.
Deze technieken zijn in andere innovatieve segmenten in verregaande ontwikkeling of zelfs al beschikbaar. Een goed voorbeeld hiervan is de zelfrijdende auto, waarvan je mag verwachten dat die binnen afzienbare tijd gemeengoed is. De stap naar een zelfopererende robot klinkt misschien verder weg dan een zelfrijdende auto, maar toch verwacht ik dat het niet lang meer duurt voordat we ook in de chirurgie de robot daadwerkelijk gedeelte van een operatie kunnen laten uitvoeren. Een van de belangrijkste aandachtsgebieden om dergelijke stappen in de chirurgie te kunnen zetten is de verdere optimalisering van de beeldvorming. Met name omdat de anatomie van iedere patiënt uniek is. Naast de robotisering van de laparoscopische chirurgie is de afgelopen 20 jaar het instrumentarium verder ontwikkeld, waardoor ook de sneetjes steeds kleiner zijn geworden. Daarbij zijn kleine handen overigens best handig. Nog een reden om meer vrouwelijke chirurgen op te leiden. Ook is de laatste jaren de ambitie toegenomen om het aantal sneetjes te verminderen. Sommige operaties worden uitgevoerd met nog maar één operatiegaatje. Wij voeren op dit moment samen met het Jeroen Bos Ziekenhuis in Den Bosch en het Laurentius Ziekenhuis in Roermond een gerandomiseerde studie uit, zodat we eventueel voordeel van de zogenaamde single-port chirurgie kunnen ontdekken. Het zal u niet verbazen dat de laparoscopische chirurgen in Zuid-Amerika, waar de cosmetiek een grote rol speelt, als eerste hebben geprobeerd om een galblaasoperatie uit te voeren zonder überhaupt een snee. Dit kan door gebruik te maken van bestaande lichaamsopeningen zoals de mond, de vagina of de anus. Het voordeel van dergelijke benadering is evident. Het nadeel van deze zogenaamde noodstechniek is dat de operatie ongeveer 8 keer zo lang duurt. Bovendien lijkt het vooralsnog minder veilig dan de huidige technieken, met name door de schade die aan de alternatieve toegangspoorten wordt toegebracht. Maar voor onze boys in Brazil is natuurlijk het uiterlijk veel belangrijker dan een ongemakje hier of daar. Nieuwe chirurgische concepten. Ik heb lang genoeg gesproken over technieken die ik persoonlijk graag nog minder invasief zou willen zien. Ik ga nu in op een aantal nieuwe chirurgische concepten. Het betreft innovatieve technieken die direct ingrijpen in de fysiologische processen van het menselijk lichaam. Ik geef hiervan een drietal succesvolle voorbeelden waaraan de afgelopen jaren in Maastricht is en wordt gewerkt. De wereldbevolking wordt steeds zwaarder. Landen als India en Amerika lopen voorop. Maar in Europa groeit men ook hard. Ierland, Zweden en Spanje zijn in Europa de koplopers. Gelukkig valt het overgewicht onder de Nederlandse bevolking mee en lijken we zelfs wat minder zwaar dan 5 jaar geleden. Onderzoek toont aan dat dit helaas niet geldt voor de mensen hier in Limburg. Dit komt misschien door de Bourgondische levensstijl hier in de regio. Na afloop van deze oratie zult u dat zelf nog wel ondervinden. Maar deze regio is gelukkig niet alleen Bourgondisch, maar ook heuvelachtig. Ik wijs u daarom als arts op de charmes van het fietsen door het Limburgse heuvelland, zodat u genietend van de natuur toch op uw gewicht kunt blijven. Als dat niet lukt, is er ook nog een andere methode. In 2008 waren wij in Maastricht een van de eerste die onderzoek opstartte naar de effectiviteit van de zogenaamde endobarrier. In dit filmpje ziet u wat de endobarrier beoogt. Het is een teflon koker van 60 centimeter met aan het begin een self-expandable stent. Voor het inbrengen van deze koker zijn geen sneetjes nodig, want deze wordt via de mond
opgevouwen in een capsule, ingebracht. Na het passeren van de slokdarm en de maag wordt de koker direct na de maag geplaatst in de dunne darm. Het voedsel kan door deze koker wel vervoerd worden, maar niet worden opgenomen in de bloedbaan. Er is namelijk geen contact tussen het voedsel en de darmwand. Het blijkt dat dit een uitstekende manier is om gewicht kwijt te raken. In ons onderzoek vonden we bovendien dat voor mensen met diabetes dit een goede manier was om de bloedsuikerspiegel beter onder controle te krijgen. Samen met Jan-Willem Greven uit Heerlen, Ignaz Jansen en Frits Berends uit Arnhem zijn inmiddels in Nederland al meer dan 250 patiënten succesvol op deze wijze geholpen. In 2013 zijn we met een geheel andere manier gestart om structureel gewicht te verliezen. De zojuist genoemde EndoBarrier is een tijdelijk device en moet helaas na ongeveer een jaar worden verwijderd. Een blijvende verkleining van de maag is mogelijk een betere oplossing om overgewicht te bestrijden. Samen met een start-up company genaamd Barosense ontwikkelden we een device dat eveneens door de mond in de maag kon worden geïntroduceerd. In dit filmpje ziet u hoe deze procedure verloopt. De wand van de maag wordt in een soort ballonnetje aangezogen. Zodra er een plooi van 6 centimeter is ontstaan, wordt deze gefixeerd en kan die plooi zo de maag verkleinen. Zo ontstaat, nadat deze procedure zo'n 10 keer is herhaald, een sterke reductie van het volume van de maag. Net als de EndoBarrier, die ik zo even besprak, is ook deze procedure een product van de samenwerking tussen chirurgen en maagdarmleverartsen. Het resultaat is indrukwekkend. Binnen een jaar hebben onze patiënten gemiddeld 35% van hun overgewicht verloren. Op dit moment wordt dit apparaat verder doorontwikkeld en lopen er thans 60 patiënten op de wereld met zo'n maagverkleining zonder sneetjes. Een andere succesvolle ontwikkeling. Ongeveer 15% van de Nederlanders heeft regelmatig last van brandend maagzuur en reflux. Het zuur stroomt dan vanuit de maag terug omhoog en veroorzaakt een brandende pijn achter het borstbeen. Soms is deze situatie aangeboren, maar meestal wordt de reflux veroorzaakt door zaken zoals overgewicht, roken, overmatig alcoholgebruik, bukken of zwaar tillen. Sinds jaar en dag is de traditionele operatie die bij deze klachten wordt uitgevoerd de zogenaamde Nissen-fundoplicatie. Hierbij wordt de bovenkant van de maag als een soort manchet rondom de slokdarm gedraaid. Deze plooi vormt dan een nieuwe barrière voor het zuur om terug te stromen in de slokdarm. Deze tamelijk complexe operatie werkt niet bij iedere patiënt naar alle tevredenheid. Soms zit deze manchet te los, waardoor er nog steeds zuur omhoog stroomt. Dan wel lijkt de manchet te strak en kan het voedsel de maag niet meer bereiken. In 2013 zijn we op 3 plaatsen in Nederland met een nieuwe techniek begonnen. Hierbij worden 2 pacemakerdraden in de onderste spier van de slokdarm geplaatst. Door deze spier, als het ware, te trainen, is de patiënt zelf in staat zijn reflux aanzienlijk te beperken. Het reguleren van de sterkte van de pacemaker maakt het bovendien mogelijk om met deze nieuwe techniek bij iedere patiënt maatwerk te leveren. Mocht het voedsel niet meer zakken, verminder je het signaal van de pacemaker en als er nog reflux is, dan maak je het signaal wat sterker. Dat innovatie soms ook minder succesvol kan zijn, dat begrijpt iedereen.
Ongeveer 95% van het geld dat wordt besteed aan innovatie komt terecht op een doodlopend spoor. Ook wij hebben minder succesvolle innovaties gekend, waar we aanvankelijk erg enthousiast over waren. Ook voor deze, naar later bleek, minder succesvolle technieken, hadden wij patiënten nodig die bereid waren als proefpersonen op te treden. Natuurlijk waren zij eerst uitgebreid voorgelicht over de nieuwe procedure en de eventuele alternatieven. Maar omdat deze nieuwe techniek minder invasief was en daardoor ook minder risicovol leek, bleek het aantrekkelijk voor patiënten. Als zo'n techniek uiteindelijk niet het gewenste resultaat gaf, konden de patiënten alsnog de ouderwetse operatie geholpen worden. Zonder nieuwsgierige patiënten, dames en heren, kunnen wij nieuwsgierige chirurgen niet veel verder komen. Dat mag ook gezegd worden. Ik zou vanaf deze plaats dan ook die dappere wetenschapsassistenten graag willen bedanken. Niet alle pogingen tot innovatie monden dus uit in een succesvolle techniek. Ik was gebleven bij zure reflux. Ook hier trachten wij zonder sneetjes via een speciaal apparaat een maagplooi op te bouwen. Bart Witteman promoveerde afgelopen jaar op dit onderwerp. In een gerandomiseerde trial toonden we aan dat slechts bij 30% van de patiënten objectief minder zuur gemeten werd in de slokdarm na deze ingreep. Dit vonden we te weinig om deze techniek verder voort te zetten. Experimenteel onderzoek. Alle voorgaande voorbeelden hebben betrekking op klinisch onderzoek. Dat wil zeggen onderzoek dat wordt toegepast op de mens. Hieraan vooraf gaat de zogenaamde experimentele fase. Dit is een lang proces, vaak met dierproeven die streng worden gecontroleerd. Pas na afronding daarvan en na goedkeuring door een medische ethische commissie en het ministerie van Volksgezondheid kan een techniek worden toegepast op een patiënt. We zijn in Maastricht momenteel met een aantal van dergelijke experimentele trajecten bezig. Ook hiervan wil ik kort een paar aansprekende voorbeelden geven. Zo wordt er in het dierexperimenteel laboratorium onderzoek gedaan naar de ideale mat voor het herstel van littekenbreuken. Momenteel worden dergelijke matten frequent gebruikt, maar daarbij treden nogal eens complicaties op. De mat kan krimpen, is gevoelig voor infecties, kan migreren en bij intra-abdominaal gebruik kunnen verklevingen of zelfs fistels ontstaan. Mark Schijnemacher, Ruben Vogels en Leontine van der Hil werken intensief samen met de onderzoeksgroepen uit Aken en Leuven om de ideale mat te ontwikkelen en te ontdekken. Een ander voorbeeld. In het begin van deze oratie gaf ik aan dat bij iedere operatie ook verklevingen kunnen ontstaan. De toepassing van oplosbare materialen of geneesmiddelen zouden dit kunnen voorkomen. Dit wordt in het dierexperimenteel centrum uitgebreid door ons onderzocht. Kevin van Barneveld en Mark Schijnemacher hebben samen met onderzoekers uit het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen, met name Richard ten Broeke, de laatste tijd veel goed werk gedaan om het probleem van de adhesieformatie weer onder de aandacht te brengen. Met ingenieurs uit de TU van Twente is een polymeren film ontwikkeld die in een proefdiermodel het ontstaan van verklevingen in ieder geval lijkt te kunnen voorkomen. Nog een voorbeeld. Vooruit. Met collega Stassen en Rutger Scholz zijn we in het dierenlab opnieuw naar nieuwe fluoriserende stoffen. Fluorescentie moet het mogelijk maken om tumorcellen, die niet zichtbaar zijn voor het menselijk oog, op te sporen.
Daarnaast maakt fluorescentie het mogelijk om anatomische structuren zoals bloedvaten, galwegen en de ureter beter te kunnen visualiseren. Een laatste voorbeeld. Een van de belangrijkste complicaties bij darmoperaties is dat de naad van de darm kan gaan lekken. Dit gebeurt bij ongeveer 10% van de darmoperaties en geschiet dan binnen 10 dagen. Zo'n lekkage heeft grote gevolgen voor het herstel van de patiënt. In het dierexperimenteel laboratorium zijn we op zoek naar een manier om dergelijke naadlekkages tegen te gaan. We ontwikkelden samen met Rotterdam een gevalideerd naadlekkagemodel. Met Joep Dirks, Anne-Claire Bosmans en Audrey Jonge werken we hard om dit probleem op te lossen. Samen met Harry van Goor en Johan Lange hopen we de komende jaren belangrijke stappen te zetten naar een betere naadgenezing na darmchirurgie. De voorbeelden laten zien dat deze onderzoeken een sterk multidisciplinair en multicenter karakter hebben. Door deze experimenten steeds en reeds in een vroeg stadium zo breed mogelijk op te zetten, wordt de beschikbare kennis enorm vergroot. De succeskans neemt hierdoor aanzienlijk toe. Chirurgie in 2045. Ik wil aan het slot van deze oratie nog een aantal langere termijn trends niet onbenoemd laten. Nooit meer snijden. Zou het er ooit echt van komen? Er zijn grote kansen op het gebied van nieuwe materialen, robotisering, nanotechnologie en informatiewetenschappen. Naar mijn overtuiging zal de chirurgie in pakweg 30 jaar drastisch zijn veranderd. Niet meer te vergelijken met het huidige vak. In een ideale wereld wordt het implementeren van innovaties gecontroleerd. Een innovatie wordt pas doorgevoerd als de werking ervan voldoende is bewezen. De praktijk is helaas anders. Een recent voorbeeld hiervan is het Amerikaanse bedrijf Theranos. Elizabeth Holmes, de founder, studeerde 2 jaar chemical engineering aan Stanford en richtte daarna haar eigen bedrijf op. Met de door haar ontwikkelde nanotechnologie is het nu mogelijk om met 2 druppels bloed de 200 meest voorkomende bloedbepalingen te laten testen. Binnen 2 uur krijg je de uitslagen per mail toegestuurd, zonder tussenkomst van een verwijzend specialist of arts. Zo'n onderzoek kost nog geen $6 en is dus voor iedereen direct beschikbaar. De patiënt is er klaar voor, maar de zorgprofessional? De laboratoriumsector komt hierdoor volledig op zijn kop te staan. Maar ook ontstaat er een geheel andere dynamiek tussen de patiënt en de zorgverlener. Op dit moment gaat een patiënt met een klacht of een symptoom naar de dokter. De dokter stelt de diagnose en als er dan een ziekte wordt vastgesteld, dan is deze vaak al in een verder gevorderd stadium. De chirurg moet dus een ingreep doen in een ziek lichaam. Toepassingen gericht op vroegtijdige detectie zullen de komende jaren sterk groeien. De patiënt heeft toegang tot een ongekende hoeveelheid informatie over het functioneren van zijn eigen lichaam. Grote ontwikkelingen in de nanotechnologie, DNA-analyses, telemedicine en big data komen beschikbaar voor de patiënt en de zorgverlener. Dit soort ontwikkelingen vinden op dit moment al volop plaats, zonder dat we er eigenlijk bij stilstaan. Voor $99 wordt je hele genoom in kaart gebracht. De organisaties die dit doen, in dit voorbeeld Google, verwerven hierdoor een enorme hoeveelheid kennis over het menselijk genoom.
We krijgen technieken die in of op ons lichaam metingen doen. Al dan niet gecombineerd met de alledaagse routines. Bijvoorbeeld de smart contactlens van Google, die continu het glucosegehalte in het traanvocht meet. Het implementeren van meetapparatuur onder de huid en in het lichaam zal steeds meer real-time informatie verschaffen over de gezondheid van een individu. Een aansprekend voorbeeld is het volgende. Recent is in Nederland gestart met het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Alle mensen boven de 50 jaar krijgen een test aangeboden. Als er bloed bij de ontlasting wordt geconstateerd, volgt er een endoscopisch onderzoek naar darmkanker. Dit onderzoek gaat nu nog met een 2 meter lange slang. In het volgende filmpje is te zien dat binnen enkele jaren door middel van een nanopil direct informatie kan worden verkregen over afwijkende cellen in de darm. Als de nanopil wordt doorgeslikt, komt deze na de maag terecht in de darm. De pil neemt darmvocht op en analyseert de aanwezigheid van eventuele darmkankercellen. Microscopisch kleine draadjes in de pil herkennen het DNA van een kankercel, lang voordat het gezwel überhaupt zichtbaar is voor de colonoscoop. Mocht al dus darmkanker gevonden worden, dan stuurt de pil via een chip een signaal door naar bijvoorbeeld de mobiele telefoon van de patiënt. U kunt zich voorstellen dat deze technologie ook mogelijkheden biedt om infecties en andere aandoeningen vroegtijdig op te sporen. Deze trends en ontwikkelingen rechtvaardigen de verwachting dat het aantal chirurgische ingrepen over 30 jaar aanzienlijk lager zal zijn dan nu. Als er dan toch gesneden moet worden door bijvoorbeeld een late detectie of acuut falen, zal het chirurgisch trauma hopelijk aanzienlijk minder zijn. Zo zullen littekenbreuken en naadlekkages kunnen worden voorkomen door de toepassing van bijvoorbeeld nanoglaspartikels. Deze partikels zijn zo klein en inert dat er geen belemmering zal zijn om daarnaast een goede wondgenezing en cel in groei te laten plaatsvinden. In Parijs worden er op dit moment in het oppervlak van de lever scheuren zoal gedicht. Zelf werken we met de groep van Clemens van Blitterswijk en Ron Heren, beide recent hier in Maastricht gevestigd, aan dit nanokeramiek als bioglue om een betere wondheling te bewerkstelligen. Evenals andere medische disciplines mag ook de innovatieve chirurgie niet voorbijgaan aan de discussie rondom de ethiek van het vak. Wat als we straks bijna alles kunnen? Moeten we dat dan ook doen? Wanneer is een leven lang genoeg? Time Magazine voorspelde al in 2011 dat het vanaf het jaar 2045 mogelijk is om onsterfelijk te worden. Wat wil je als mens wel en wat wil je als mens niet weten? Het zijn morele vragen waarop een antwoord niet gemakkelijk te geven is. Het is echter evenmin haalbaar om deze ontwikkelingen tegen te houden. De medicus kan naar mijn mening dus niet anders dan zich vasthouden aan enkele universele principes. Feitelijk, zoals deze al door Hippocrates meer dan 2000 jaar geleden zijn geformuleerd. Ik hoop dat ik in deze oratie duidelijk heb gemaakt dat nooit meer snijden niet betekent dat er niet een geweldige toekomst voor de chirurgie in het verschiet ligt. De chirurgie moet echter wel in staat zijn om mee te innoveren. Ik zie onbeperkte mogelijkheden voor multidisciplinaire samenwerkingen. Met andere disciplines en universiteiten, maar ook met geheel andere sterk innovatieve industrieën. De Nederlandse kennisinstellingen behoren onbetwist tot de internationale top.
De tijd dat grote ego's samenwerkingen in de weg stonden en dat hokjesdenken de norm was, ten koste van de snelheid en vooral ook ten koste van de patiënt, is gelukkig voorbij. Maastricht is als universiteit, mede door de geografische locatie, ideaal gepositioneerd om een leidende rol op het gebied van innovaties in te nemen. Het is daarom niet vreemd dat de Raad van Bestuur van het Maastricht Universitair Medisch Centrum 3 innovatiethema's in haar visiedocument voor 2020 heeft gesteld. Ik kijk er naar uit om hieraan de komende jaren mede invulling te geven. Ik ga afsluiten. Ik vind het een eer en een uitdaging om vanuit mijn nieuwe positie de komende jaren aan zoveel mogelijk van de vanmiddag geschetste ontwikkelingen een bijdrage te mogen leveren. Ik geloof dat er bijna geen grenzen zijn aan de mogelijkheden om de chirurgie, of beter de heelkunde, het meest aantrekkelijke specialisme te laten blijven. Juist zonder het mes als primair medisch instrument. Dames en heren, ik zou willen zeggen, grote chirurgen magen keine snieten. Zoals te doen gebruikelijk aan het einde van dit betoog een kort woord van dank. Ik ervaar het als een grote eer om hier te mogen staan en om het bijzijn van zoveel collega's, vrienden en familie mijn ambt formeel te mogen aanvaarden. Ik ben zeer dankbaar voor alle steun die ik door de jaren heen van u allen heb gekregen. Hierdoor heb ik me kunnen ontplooien en ontwikkelen. Een aantal mensen wil ik specifiek benoemen, omdat ik veel aan hen te danken heb. Allereerst mijn ouders, die mij altijd gestimuleerd hebben om mijzelf verder te ontwikkelen. Mijn vader, ook chirurg, heeft mij al in een pril stadium laten warmlopen. Niet zelden bracht ik een groot gedeelte van de zondag met mijn broertjes op de spoedeisende hulp in Amersfoort door. Hij en mijn 3 inmiddels broers, want ze zijn allemaal langer dan ik, hebben ervoor gezorgd dat ik me in het chirurgisch mannenbolwerk goed staande kan houden. Mijn moeder is misschien nog wel de belangrijkste drive geweest om steeds opnieuw te innoveren. Er is vast ook nog wel een genetische component. Haar vader, mijn opa, dokter Bernard Verbeten, bracht de eerste kobaltbron naar Nederland en stichtte een van de eerste innovatieve radiologische, niet-snijdende behandelcentra. En natuurlijk wil ik hen, en trouwens ook mijn schoonvader, bedanken voor het te alle tijden bij nacht en ontij bereid te zijn om in te springen in het hectische gezin Kannekens. Hans Jekel wil ik bedanken. Hij heeft mij gesteund om geen KNO-arts te worden, maar chirurg en destijds een promotieplaats aangeboden. Uiteraard Jaap Bonjer, mijn grote voorbeeld op het gebied van innovatie en laparoscopische chirurgie. Altijd bereid om nieuwe wegen te zoeken en positief in het leven. Kie Bruining, mijn opleider in het Dijkzicht ziekenhuis. Mijn leermeester in de hoofdhalschirurgie. Hetgeen ik in Maastricht, aanvankelijk samen met Sjorsi, nu nog met veel plezier doe. Herman Veen en de maatschap in het Icasia ziekenhuis in Rotterdam. Bij hen heb ik geleerd altijd kritisch te denken. En ik heb gezien wat toewijding voor patiënten in de praktijk betekent. Ik ben blij dat ik ook bij een conversie weet wat ik moet doen. Michel Jacobs, die me ervan overtuigde alweer meer dan 12 jaar geleden om naar Maastricht te komen. Of was het de Tour de Limbourg met Marcel en mij, langs alle mooie huizen en dorpen, die de doorslag gaf. Dank voor alle ruimte en vrijheid in de afgelopen jaren
en de steun voor deze leerstoel. Atmas Klee, Ger Koek, José Concilo, maagdarmleverartsen, met wie ik samen de grenzen opzoek van ons beider vakgebieden. Er is nog veel te doen. Ik kijk er naar uit. Wouter Mark Lichtenbelt en Patrick Schouwen, Guy Vijgen en Evi Broeders. Heel leuk om af en toe volledig out of the box na te denken over zaken zoals bruin vet. Wie weet ontwikkelen we nog wel een neurostimulator die het bruine vet zo prikkelt dat we vanzelf gaan afvallen. Annemie Scholz wil ik bedanken voor de steun en het vertrouwen in het traject naar deze leerstoel. De medewerkers bij Nutrim en in het bijzonder Sef Jansen en Johanna Koenen voor de steun bij het regelen van de financiën en juridische zaken rondom alle projecten. Verpleegkundige medewerkers van de afdelingen in het MUMC, de polyheelkunde en het operatiecomplex. De toewijding en de hartelijkheid waarmee patiënten in het MUMC in teamverband worden opgevangen, is veel pluimen waard. Assistenten heelkunde. Goed om jullie te zien groeien. Fijn dat als ik later oud en versleten ben, met een gerustig gevoel het ziekenhuis in kan stappen. De stafheelkunde. Beste collega's. Goed om te zien dat een ieder, ondanks zijn of haar drukke agenda op het gebied van onderzoek en onderwijs, de patiënt centraal stelt. In het bijzonder wil ik Stefanie Breukink danken dat zij vandaag mijn ceremoniemeester wil zijn. Onderzoekers, jullie houden me jong en scherp. Fantastisch hoeveel werk jullie kunnen verzetten. Zonder jullie stond ik hier nu niet op deze plaats. Marcel, rots in de branding. Jij brengt de vreugde in mijn leven. Zonder jou geen happy family. Ik wens iedere vrouw die carrière wil maken zo'n man. Die tomeloze energie heeft om naast zijn eigen zeer drukke baan samen ons gezinsleven in goede banen te leiden. En natuurlijk, Cato, Martijne en Tom. Met jullie komst kreeg het leven zin. Alleen omdat het zo goed met jullie gaat, kan het goed met ons gaan. Jullie flexibiliteit is enorm. Jullie levenslust aanstekelijk en jullie innovatieve vermogen onbegrensd. Door alle gesprekken thuis zijn jullie al bijna dokter en econoom. Dames en heren, iedere dag ga ik met veel plezier naar mijn ziekenhuis en kom ik met veel plezier weer thuis. Veel meer kun je volgens mij niet bereiken. Ik heb gezegd. Professor Bouvy, in de eerste plaats wil ik u namens de Universiteit Maastricht van Haarlem feliciteren voor deze inspirerende lezing en kijk naar de toekomst. Ik weet niet of in de toekomst het echter zo zal zijn dat die grote chirurgen niet snijden, maar misschien maken ze dan kleinere snitten, omdat ze bang zijn voor deze competitie en uitdaging. De Universiteit Maastricht en het Maastricht UMC hebben een diversiteitsbeleid met drie pilaren. Meer diversiteit en buitenlandse hoogleraren, dat hebben we al bereikt, zelfs in het college van bestuur. Jonge talenten te scouten en op een vroege tijd naar een hoogleraarbaan, positie te brengen door een tenure track of een talentprogramma, ook hier hebben we in de laatste jaren grote stappen gezet. En drie, niet minder belangrijk, meer vrouwelijke hoogleraren aan deze universiteit te benoemen.
Dat is een grote discussie in Nederland en we hebben ook hier in de laatste jaren veel gedaan. En ik heb recent nog de cijfers bekeken. In 2005 had de faculteit Health Medicine and Life Sciences ons inbreng in het Maastrichtse UMC nog 9% vrouwelijke hoogleraar gehad. En nu hebben wij 18%. Dus en, ik denk dat deze oratie zeker laat zien dat dat een wezenlijke bijdrage brengt ook aan de diversiteit en de kwaliteit van onze universiteit. Ook hier hartelijk gefeliciteerd. Tot slot, we hebben na de officiële deel van deze plechtigheid een receptie. De receptie vindt plaats op de binnenplaats, dat is buiten. Als het regent, gewoon binnen. Ik hoop dat heeft iedereen begrepen. Ik wil u verzoeken even het cortege de coronatijd te geven, de zaal te verlaten, volg ons. Ik wil u ook verzoeken, omdat we een grote groep hebben vandaag, dat de hoogleraren in de rij staan om u te feliciteren. Die gasten gewoon even rustig daar buiten even wachten. Ik denk zeker dat professor Bouvier bij u langskomt om met u te spreken. Anders duurt de receptie heel lang als nu iedereen in de rij staat. Ja, ik denk nog een keer een schitterende bijdrage en denk ook een goede toekomst voor de innovatie in de chirurgie die heel belangrijk is. Hiervoor veel dank. Ik sluit deze academische zitting.